De heren van vandaag zijn het opnieuw oneens. Dit keer gaat het over de gewenste werkdruk. Terwijl René van der Gijp graag een maand vrij zou nemen in april, vindt Johan Derkse dat hij zich aan zijn contract moet houden. Van der Gijp gaf aan dat hij de lange werkweken zwaar vindt en dat een maand vrij in het voorjaar hem goed zou doen. Hij benadrukte dat hij niet van plan is om helemaal te stoppen, maar dat een wat kortere werkweek hem zou helpen om gemotiveerd te blijven. We hebben nu geen irritatie. Dat is ook logisch, na de vakantie. Ik vind persoonlijk dat wij dan de leukste televisie maken. Als er irritaties zijn, hoor ik van de kijkers altijd dat ze er niet zoveel van merken. Maar ik vind het dan wel ietsje minder, dat is gewoon zonde. Zesde halve maand is lang, dat is echt te lang. Je zou het kunnen hebben over een vrije maand in april, omdat het gewoon lang is. Derksen is echter van mening dat een contract een contract is. Als je eenmaal ja hebt gezegd tegen een dagelijkse talkshow, dan moet je daar ook aan houden. Het is niet zomaar even een beslissing die je tussendoor weer terugdraait, al dus de voetbalanalist. Ik vind wel dat als je een contract tekent voor een dagelijkse talkshow, je niet halverwege het contract moet gaan zeuren. Dan moet je in ieder geval je contract uitdienen. En bij een eventueel volgend contract kun je dan zeggen. Vijf dagen per week ga ik niet meer doen. Hij voegde eraan toe dat Van der Gijp er maandagavond tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen er allesbehalve uitgeblust uitzag. René maakte op mij de indruk dat hij er wel zin in had. De discussie tussen de twee heren komt niet geheel onverwacht. In het verleden hebben ze al vaker hun oneenigheid laten blijken over verschillende onderwerpen. Zo ontbrak Van der Gijp tijdens het EK al enkele uitzendingen waarvoor hij een boete kreeg.